Dus als alles doorgaat en ze zetten het door volgens het oude beleid, dan hebben we meer arbeidsmigranten als dat we inwoners in de Moerbeek hebben. Het is de bedoeling dat, dat hier aan deze kant van de schuren, dat daar een immigrantenhotel gaat komen. 80 meter lang, een meter of 10 breed en een meter of 7 hoog. Dat, is, nou, dat past totaal niet in het open landschap. Dan krijg ik hiernaast 60 migranten. En als het dan nog kan op 10 ook, dat zijn er 60. Dat zijn samen 120. Dus dat houdt in dat ik 120... migranten als buur zijnde. De charme van de Moerbeek is eigenlijk dat het hier rustig en ruimtelijk is. Een open landschap waar we de koeien en de bollen treffen. Maar straks ook koeien, bollen en misschien arbeidsmigranten als de gemeente dit toelaat. Er is geen riolering, nou, inderdaad. Dus alles wordt dan opgevangen in IBA's. En die breken alles af. Behalve dus de anticonceptie en medicijnen, geneesmiddelen. Dus er zijn een paar verontruste boeren ook hier in de buurt die rechtstreeks aan het oppervlaktewater de koeien moeten laten drinken. De eisen die de fabrieken aan de melk stellen, die worden ook steeds hoger. Dus die mensen komen ook in de problemen te zitten. Ik ben nu boos op het bedrijf, maar we hopen dat de gemeente inziet dat dit een te grote impact is voor de hele bevolking.